welkom terug bij het kanaal van MeesterToetsizer en mijn nieuwste filmrecensie. Deze keer over een van de belangrijkste technische genieën van de afgelopen 50 jaar. Steve Jobs. Geregisseerd door Danny Boyle met in de hoofdrol Michael Fassbender als Steve Jobs. Dit is een behoorlijk onconventionele film. Het speelt zich af op drie verschillende tijdstippen achter elkaar. Met op elk tijdstip een bepaalde product launch van Apple. Waarin we meer inzicht krijgen over wie Steve Jobs nou eigenlijk was. En zijn relatie met zijn naaste medewerkers, vrienden en familie. Want Steve Jobs die stond nou niet bepaald bekend als een gemakkelijke man om mee te werken. Hij had een hoop problemen en onaangename karaktertrekken. En er speelde ook een tijd een controvers dat hij weigerde zijn eigen dochter te erkennen. Maar desondanks heeft hij de wereld van computers voor altijd flink veranderd. En deze film laat dat ijzersterk zien door een zeer rap en boeiend script en uitstekende optredens van de acteurs. We gaan dan ook beginnen met het acteerwerk bij Michael Fassbender. We kennen die uit 300, Inglourious Basterds, de X-Men franchise. Hij is in mijn ogen een van de beste acteurs ooit, kan vrijwel elke rol ongelooflijk makkelijk spelen en met dezelfde kracht en intensiteit. En dit is werkelijk Oscar waardig. Hij is zo goed in het spelen van deze ontzettend complexe en moeilijk aardig te vinden man. Die zoveel last op zijn schouders droeg en zoveel druk. Maar hij had een manier van ermee omgaan die echt haast manisch en obsessief was. Het werd duidelijk hier dat hij echt een zeer sterke mate van controle en perfectie vroeg. En duldde vrijwel niets anders dan zijn eigen visie. En dat had echt negatieve invloed op de mensen met wie hij samenwerkte. Michael Fassbender die zet dat allemaal vrijwel perfect neer. Die woede, die frustratie, het sarcasme, het verdriet, de verwondering. Hij kan het allemaal. En met zoveel lastige dialogen achter elkaar en achter elkaar. Omdat hij vrijwel altijd in de schijnwerper staat. Dat is ongelooflijk sterk acteerwerk. Hij kreeg de Oscar niet. Maar had hem voor mij echt wel mogen winnen hier. De tweede belangrijke rol die wordt gedaan door Kate Winslet als zijn assistent Joanna Hoffman. Zij is zijn assistent die in de 10 jaar die hier getoond wordt vrijwel altijd aan zijn zijde staat. Alles voor hem regelt. En getuige is van zijn af en toe echt onethische besluiten en moeilijke band met zijn familie en vrienden. En krijgt gaandeweg echt hoog respect voor hoe deze vrouw dat allemaal zag gebeuren. Maar alsnog wist dat Steve een genie was. En ze gaf ook werkelijk heel veel om hem. En daarom bleef ze al die jaren bij hem. Kate Winslet is uitstekend in het neerzetten van die dualiteit. Dat karakter het gewoon heel erg lastig heeft. Af en toe met waar ze getuige van is. En op een gegeven moment wordt het haar gewoon ook echt te veel. En dan zie je echt die beetje hardere, killere laag eroverheen. Ze was echt fantastisch. Kreeg ook een Oscar-nomie en won hem helaas ook niet. Maar dit is verreweg haar beste rol.
die ik in haar carrière gezien heb. Dan derde rol. Die is gedaan door Seth Rogen als Steve Wozniak. Een zeer lange vriend en medewerker van Steve Jobs. Hij werkte met hem samen aan een van de eerste Apple computers en leidde projecten zoals de Apple II en de Macintosh. Seth Rogen is vooral bekend van die over-de-top komische rollen. Dit is een zeldzame, serieuze rol. En hij is heel erg goed hier. Want het is een man die net als Kate Winslet's karakter gewoon dealt met Steve's tekortkomingen en frustraties voor jarenlang. Hij laat hem nooit vallen. Maar ook hij heeft op een gegeven moment gewoon genoeg. En zijn karakter was veel goedlachser en vriendelijker. En hoe je ook dat langzaam af ziet breken, dat is heel erg boeiend en meelevend. Hij is nog steeds niet de beste acteur. Je kan nog steeds wel af en toe voelen dat hij een beetje te over de top gaat. Want dit is niet een soort rol die hij vaak speelt. Maar alsnog, het is zeer indrukwekkend wat hij heeft weten te doen. Dan de volgende, de CEO van Apple, John Scully. Die wordt gespeeld door Jeff Daniels. Jeff Daniels, die we kenden van Dumb and Dumber en The Martian. Hij stond nou niet bepaald bekend om zijn emotionele rijkwijde wat betreft acteren. Maar in deze rol ging hij helemaal los. En ik zou hem hier ook wel een award voor gegeven hebben. Hij is gewoon zo goed in het neerzetten van dat beetje vaderlijke figuur van Steve Jobs. Die hem ook continu steunt. En de lastige vragen van het bedrijf bij Jobs, zijn creatieve beslissingen, hoe hij dat gewoon van Steve's lijf houdt. Omdat hij om hem geeft en zijn genie respecteert. Zij krijgen ook een heel heftige fallout later, zware ruzie. En die scène die blies me zowat omver met hoe intens het was. De twee acteurs die gaven echt zowat alles. En met name dus Jeff Daniels was werkelijk fantastisch. Dan als laatste acteur wil ik nog twee eigenlijk. De eerste is Andy Hertzfeld. Die was de chief engineer bij Apple. Werkte ook voor geruime tijd samen met Steve Jobs. Hij is een van de pispalen wat betreft Steve Jobs zijn tekortkomingen. Hij kreeg heel vaak kritiek en minachting te verwerken. Maar ook hij deed heel erg zijn best voor Steve. Hij bleef niet bij hem in latere jaren. Maar zijn rol in de laatste acte van de film is opvallend emotioneel en complex. En de acteur die dat speelt, Michael Stuhlbarg, is echt zeer goed. Niet zo indrukwekkend als de rest, maar ik vond het echt een fascinerend karakter. En dat was niet gelukt als Michael Stuhlbarg hem niet zo goed had gespeeld. Dan als laatste Catherine Waterston als Steve Jobs' ex-vrouw Chrisanne Brennan. Hij had een nogal lastige relatie met haar, met name dus omdat hij publiekelijk weigerde te erkennen dat haar dochter ook zijn dochter was. En dat zorgde dus voor erg verhitte gesprekken en ruzies tussen die twee. En Catherine Waterston is behoorlijk goed in het neerzetten van die intense emotie van verdriet en woede om die koppige en egocentrische man van haar. Ze is verreweg de minst goede acteur hier, want hoe ze haar dialogen zegt, dat klinkt echt niet natuurlijk af en toe, maar haar
fysieke optreden van, hoe, van wat er op haar gezicht zit en haar lichaamstaal is echt werkelijk geweldig. Maar zo over het algemeen kan ik van de acteurs zeggen dat ze vrijwel allemaal fantastisch zijn. Als je nagaat met hoeveel dialoog ze moesten werken en hoe intens alles was, heb ik echt het hoogste respect voor hoe de samenwerking met regie en acteurs tot zoiets moois geleid heeft. We stappen dan ook meteen over naar de regie. Die is gedaan door Danny Boyle. Die kennen we van films als Train, Spotting, Slumdog, Millionaire 127 Hours en de recente film Yesterday. Zijn films hebben altijd een bepaalde stijl en mate van kwaliteit die ik heel erg respecteer. Niet al zijn films zijn van hetzelfde hoge niveau en sommige daar ben ik ook echt wel teleurgesteld in. Maar dit is echt absoluut een meesterwerk wat hij gedaan heeft. Hij heeft echt een heel unieke stijl en gevoel erin weten te zetten die heel scherp focust op karakter en dat allemaal bliksemsnel en met hoog impact. Het is natuurlijk een combinatie van elementen, camerawerk, acteurs en montage en muziek, maar Danny Boyle die heeft ze allemaal samengevoegd tot een uitstekende en razendsnelle mix. En ik respecteer hem echt voor hoe hoog hij de energie vrijwel continu heeft weten te houden hier. Het camerawerk dat is gedaan door Alwin H. Kugler. Die heeft ook de film A Sunshine van Danny Boyle geschoten. En daar bewees hij al dat hij zeer fraai met licht kon werken en steriele ruimtes. En hier heeft hij wederom echt fantastisch werk geleverd. Hij heeft de aanpak genomen om drie verschillende soorten camera's te gebruiken voor elke tijdsectie. De eerste tijdsectie in 1984 was nog op film. En dat het echt nog een beetje korrelig beeld was. En de laatste sectie is op hypermodern digitaal camera gedaan. Het ziet er veel scherper en futuristischer uit. Om echt de progressie te zien van technologie waarover deze film nou eigenlijk ook een beetje draait. Maar het is niet alleen dat, ook hoe de conversaties zijn geschoten en de wandelingen door de gangen waar ook de conversaties plaatsvinden. Het is allemaal super scherp en bewust op een bepaalde manier geschoten. En het zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid en pit in de film. En natuurlijk is het ook heel mooi belicht. Goed gebruik van licht en schaduw. Het is echt werkelijk prachtig camerawerk. Oscar-waardig. Ik zou het wel een nominatie geven. Niet een win. Maar serieus. Als je fan bent van cinematografie, kijk deze film. It looks amazing. Dan het script, wat waarschijnlijk wel het sterkste deel is van deze film. Het is geschreven door Aaron Sorkin. Die kennen we van films als Moneyball, The Social Network en Molly's Game. Hij staat bekend om zijn razendsnelle, rappe dialoog. Dat soms aanvoelt als echt alsof er met woorden gevuurd wordt naar de andere persoon. En dit is wellicht een van de beste scripts die hij heeft geschreven, naar mijn mening. Hoe informatie gegeven wordt, hoe de karakters geïllustreerd worden, de subtiele humor, de ongelooflijke snelheid en complexiteit ervan. Het is echt waanzinnig schrijfwerk. Het is soms echt wel een beetje te complex voor de gemiddelde kijker en informatie komt soms zo snel dat je het echt niet kan bijbenen terwijl het volgende belangrijke stuk alweer aan je wordt gepresenteerd. Dus dat is wel
enigszins een probleem. Maar ik geniet elke keer met volle teugen als ik er naar luister. En het had gewoon de Oscar mogen winnen voor beste script. Maar het kreeg niet eens een nominatie ervoor. Ik snap er echt de ballen van waarom niet. Ook een reden waarom dat script zo goed werkt is de montage. Dat is gedaan door Elliot Graham. Die heeft ook een Molly's Game, geregisseerd door Aaron Sorkin, gemonteerd. En ook de film Milk en ook Captain Marvel. Onverwacht. En de montage hier is ook echt heel erg rap. Sommige shots zijn echt maar een halve seconde in beeld om bepaalde flashbacks te introduceren. En soms worden twee heel belangrijke momenten in Steve's leven parallel aan elkaar gespeeld. En wordt er steeds heen en weer geswitcht om te illustreren waarom die twee momenten zo aan elkaar gerelateerd zijn. En het zorgt voor een zeer kinetische en energieke stijl die de film heeft. En ik vond het werkelijk prachtig om naar te kijken. Dit had ook gewoon de Oscar voor beste montage mogen krijgen. Opnieuw niet genomineerd. I just don't get it. Dan een van de laatste belangrijke onderdelen. De muziek. Die is gedaan door Daniel Pemberton. Die had ik al eens besproken in mijn recensie van King Arthur. Hij stond in die film bekend om zijn adrenaline pompende en heel gevarieerde muziekstijl. Dat is hier bijna net zo. Er zit zit opera in. Echt klassiek, maar ook elektronisch synthesizer. Achtig om bepaalde scènes echt een gevoel te geven van wat er in Steve Jobs omgaat op dat moment. En om bepaalde verhitte ruzies echt meer dramatische kracht te geven. Als echt filmscore zelf is het misschien ook wel leuk om naar te luisteren in je vrije tijd. Ik vond dat zelf nou niet zo. Ik zou dit niet uit mezelf opzetten, maar als filmscore is het vrijwel perfect om de scènes extra kracht en gevoel te geven. I think it's great. Dan als laatste de sfeer. Ik zei al dat Danny Boyle een heel uniek portret heeft weten te stellen van Steve Jobs. En dankzij de combinatie van al die elementen is de spanning vrijwel continu torenhoog. Emotioneel raakt het ook verrassend sterk. Het is ook verrassend grappig. Veel dark humor die desondanks echt heel vaak werkt. Die sfeer die komt eigenlijk bijna vrijwel direct tot stand door de torenhoge energie van al die elementen. En blijft op vrijwel alle fronten heel goed op niveau. Dus als ik over het algemeen minpunten moet noemen over deze film, is dat het script af en toe echt wat te complex wordt. En als je niet een fan bent van mensen die alleen maar praten, lopen en weer praten en weer lopen, dan is dit misschien niet iets voor jou. Maar ik vond dit een waanzinnige, complexe en stijlvolle film met uitstekend acteerwerk en regie. Ik geef het zelf een 8,6 van de 10. Ik laat een poll achter, zul je jezelf kunnen laten weten wat jullie ervan vinden. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meester Dukzijzer met een nieuwe filmrecensie. Goodbye and live long and prosper.